Ja, dus ik had geprobeerd om te vloggen in standen, maar ik heb niet echt veel gevlogd met school. Dus hier wel een kleine edit van die dag is gebeurd. Ja, ja. oké, okay, like! Ja. <middels> Dank wel om te kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Dat is zeker een je mocht. Dit was de video, nu toen ik jullie nog een paar minuten zwarte beelden. Ja, no prank, ja, like, ja. YouTube, Eester hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Deze video gaat fucking leuk zijn, denk ik. Het enige minpuntje aan deze video gaat echt mijn, mijn stem zijn. Gisteravond was het stemnacht. Fucking, fucking awesome. Echt fucking nice. En jullie mogen drie keer raden wie ik daar tegenkom. Ja hoor, door, jaren Jarne, de man. Eigenlijk wist ik dat hij ging gaan, maar oké. Okay. En ik kom hem tegen zo van: Yo, man, what's going on here? En eerst zegt hij tegen me: Nathan, I got something. Zo even, is een grappeld zwaf in zijn hemdzak. En dan haalt hij dit uit. En ja, ik, ik denk dat ik hier geen uitleg bij moet geven. Het is een, um, ja, een. BH. Fucking awesome. Dikke shout-out naar jou, jarniver. Fucking beast. Als je het niet kent, subscribe op zijn channel. En je maakt fucking awesome content. Hij is een fucking chille dude. En hij is een goede vriend. Dus subscribe op hem. En nu gaan we weer in een andere video. Dames en heren, waarom ik Halloween haat. En het zijn echt. Let's go! Halloween. We kennen het allemaal. Het was gisteren en eergisteren. Zo die dagen dat mensen op straat rondlopen. En snoep over je leven. Ja, dat, dat is dus nu zo'n beetje de hype. En ik kan jullie zeggen waarom ik er echt niet tegen kan. En wat ik denk van Halloween. En. Dus, vroeger ging ik ook altijd op Halloween-tocht. En dan was ik verkleed in een spook of zo. En dan ging ik aan mensen een deur vragen: van, Take our treats. Zeg het je? 80% van de keren. Toen de mensen niet eens open. Je, je ziet dat. Er Iemand is, je ziet dat ze naar de televisie aan het kijken zijn, maar je belt aan, ze kijken een keer met hun hoofd door hun raam en ze doen gewoon niet open. Je hebt dan ook andere mensen waarbij je gaat aanbellen, dus je krijgt iets van hen en je kijkt achteraf wat je hebt gekregen en je hebt gewoon overdatum yoghurt gekregen. Alles wat ik zeg heb ik echt meegemaakt. Ik deed mijn mandje open en er zat overdatum yoghurt in. Ik snap dat niet? Geef dan een stuk fruit of zo, wat ook fucked up is, maar toch geen overdatum yoghurt. Ja. Er zijn hier ook mensen die gewoon een blaadje aan hun deur hangen in het begin van de avond. Waarop staat: niet aanbellen. Zo dingen. In Blankenbergen en in vele andere steden heb je dan waarschijnlijk ook de Halloween-tocht. Dat is een soort van stoet. Er is een soort van stoet die door de, de straten wandelt. En uh, dat is een stoet. En er komt daar blijkbaar elk jaar fucking veel volk naar kijken. Dat, dat is iets dat ik volledig niet snap. Waarom zou je naar een Halloween stoet willen gaan kijken? Waarom zou je willen stilstaan en kijken naar bewegende karren waarbij mensen aan het dansen zijn? er daar, ik, ik zeg het je, er staan er echt mensen zo. Wauw! Dit moet je gezien hebben. Supermooi. Zijn er mensen die zeggen: Yo, je maakt video's op YouTube? En ze zeggen: Fucking kut. Maar ik denk toch dat mijn video's beter zijn dan die stomme halloween stoet die hier elk jaar passeert Dan heb je nog iets waar ik eigenlijk echt niet tegen kan Maar oké, okay, er zit toch al een beetje logica in Er belt iemand aan aan mijn huis Ik ga naar beneden Ik heb nooit echt snoepjes in mijn huis leggen, Dus ik geef die doet een reep chocola Die niet eens bedoeld is om weg te geven maar anders is dat zo sneu Ik leg een reep chocolade erin Alsjeblieft Ik een beetje langs die jongen En ik zie gewoon dat er een hele fucking familie achter hem staat In gewone kleren Zo van Ik doe de deur open ik zie hem staan. Ik denk in mezelf: al van heel mijn voorraad snoep en koekjes is dood. En je ziet heel die familie 10 meter achter hem staan. En die kijken zo naar je: zo van je gaat mijn kindje snoepjes geven. En als ik dat niet doet, dan wandel ik nu binnen naar je huis. En sneek je keel over en verkoop ik je gewanden En dan heb je dus gewoon geen keuze meer. En dan, dan, dan voel ik me gewoon gehypnotiseerd. En dan denk ik echt: van hey yo, Captain Jack, hier is je chocolade. Hm, heb, heb een goeie avond. Dan heb je natuurlijk ook altijd mensen die een funny voelen. En als je met je fiets door de stad aan het rijden bent, lopen er ineens Drie mensen gesminkt in zombies achter je. Ik snap echt niet waar dat grappig aan is. Want die mensen hebben waarschijnlijk gewoon een andere vat op humor dan mij. Ik vond het niet zo grappig dus dat deden gisteravond. Ik dacht dat ik verkrachting word. Ik snap niet dat mensen zijn die Halloween echt leuk vinden Vroeger ging ik altijd op Halloween gewoon voorbij Fucking veel huizen En waarschijnlijk de huizen die open deden Waren er maar een stuk of tien Dan gingen we gewoon naar iemand zijn huis Begonnen we al die snoepjes op te eten En dan we naar een horrorfilm Dat was wel cool Maar als ik nu zie hoe Halloween veranderd is Het is één kind verkleed en een piraat Waarom zou je als piraat naar Halloween gaan? Eén kind verkleed en een piraat En dan zijn hele fucking familie achter hem In gewone kleren Die er een leuke familieuitstap van maken Wat is dat me zei ik vind Halloween nacht een minder minder mindere feestdag we hebben wel Halloween vakantie dus ja super chill ik vind Pasen ook kut want nu is het geen Pasen En dat doe ik wat we aan met Pasen waarom ik Pasen kut vind ik ben er direct zo zeggen bedankt om te kijken deze video vond je het vet dan zeker even duimpje omhoog ik ben Eze, direct zo zagen. ja adios. bitches